Hoe haal ik het aardappelzaad uit de bessen? Ik zal het laten zien. Eerst de kruising op het koffiefilter zetten. Dan de bessen in een schaaltje, waarna ik ze met een bierglas plet. Water erbij en nog een beetje kneden. Afgieten in een andere schaal door een zeef waar het zaad doorgaat. Roeren en afgieten. Afgieten in het filter en te drogen leggen. Dit alles in 2 minuten. Nu de details. Deze bessen zijn te hard en eigenlijk niet rijp genoeg. Pletten. Water toevoegen en onderkant glas afspoelen. Zaad dan wat losser uit de bessen kneden. Afgieten en naspoelen. Water in de rondte roeren. Afgieten en eventueel nog een keer spoelen om het zaad nog schoner te krijgen. Door het roteren gaat het zwaardere zaad naar het midden en wordt het afgieten veel makkelijker. Ik laat het zaad niet fermenteren om de vliesjes eraf te krijgen. Ik kon uit ervaring geen verschil in kiemkracht ondervinden,
tussen wel- en niet-gefermenteerde zaden. Ook rotte en verschrompelde bessen geven geen probleem. Wel zit er wat meer verontreiniging in, maar die drogen wel op in het filter. De zaden uit de rotte bessen hebben het vliesje niet meer en blijven daardoor aan schaal en vingers plakken. Bedankt voor het kijken.